Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend is er een storing gepasseerd over ons land met veel bewolking en op een aantal plaatsen wat regen. Als we de satellietbeelden in beweging zetten, dan zien we dat die storing inmiddels ons land grotendeels verlaten heeft. Daarachter zijn flinke opklaringen, waardoor de zon van tijd tot tijd gaat schijnen. In het noorden is wat meer bewolking en daar trekken ook een paar buitjes vanaf de Noordzee het land binnen. Op het laatste radabeeld van twee uur zien we dat ook in het Waddengebied een paar Lichte buitjes die vanaf de Noordzee het land intrekken. In het uiterste zuidoosten valt misschien lokaal nog een spat regen uit dat zwakke front, dat dus inmiddels het land aan het verlaten is. Vanavond is het overal wisselend bewolkt. Met name in de kustgebieden is kans op een enkele bui, misschien ook nog in Limburg, maar op de meeste plaatsen is het in het binnenland wel droog. Halverwege de avond is het een graad of 17 bij een matige westelijke wind. Komende nacht koelt het af na 14 tot plaatselijk 10 graden. Nog steeds in de kustgebieden een enkele bui in het binnenland droog en verder opklaringen met misschien op een enkele plaats wat nevel. De wind wordt zwak tot matig en draait naar het noordwesten. Morgen waait er een overwegend matige noordwestenwind en daarmee wordt koele lucht aangevoerd. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden en dat is toch echt veel te laag voor augustus. Verder wisselen wolken en zon elkaar af en vanaf de Noordzee trekken er een paar buien over het land. In de loop van de dag zien we dat de meeste buien zich tot het binnenland gaan beperken. In de kustprovincies wordt het dan droog en schijnt daar ook de zon veel vaker. De dagen daarna blijft het enigszins wisselvallen. Vooral woensdag kunnen flinke buien vallen. Er kan veel regen vallen in korte tijd en het kan ook onweren. Met 16 of 17 graden is het de laagste temperatuur van deze week. Ook op donderdag nog een graad of 16 tot 17. Het aantal buien begint dan al wat af te nemen. De zon schijnt iets vaker en er waait een matig westelijke wind. Vrijdag ook nog een paar buien, maar zonnige perioden zijn veel vaker in het weerbeeld te zien. De middagtemperatuur boekt weer wat winst en komt rond de 20 graden. Uit. Wel nog steeds die stevige westelijke wind. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat er geleidelijk aan een weersverbetering lijkt aan te komen in de loop van volgende week. Misschien dat we zelfs ruim boven de 25 graden gaan uitkomen, maar je ziet aan de bandbreedte in deze temperatuurgrafiek dat er nog behoorlijk wat onzekerheid is. Maar dat het koele weer gaat verdwijnen, dat lijkt wel vrijwel zeker. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl